Schiedam is de stad van molens en jenever. Willeke Vestema, we hebben ook een jenevergilde. Wat is dat precies? Het jenevergilde is een groep mensen die gevraagd worden. Je wordt vaak gevraagd om daar lid van te worden, maar je kan je ook aanmelden. Die de jenever, in elk geval de jenevergeschiedenis van Schiedam promoten. Dus in al zijn facetten. En het doel is 1 keer per jaar bij elkaar komen? Nee hoor, we komen meerdere keren bij elkaar. Doen wij met het Jeneverfestival de intronisatie van nieuwe gezellen en gilden, gezellen en ridders in het gilde. En we hebben uitjes. En wij zijn dan in toga aanwezig op het stadhuis met de burgemeester meestal. Die intronisatie, wat is dat nou precies? Eigenlijk het lid maken van mensen bij het gilde. En dat is heel feestelijke gelegenheid. Dan komen wij in toga. Ik heb een hele mooie keten. Als een burgemeester, zeg maar, daar dan van glas, van een Schiedamse kunstenaar. En dan eigenlijk met 3 ridderslagen. Dus 3 slagen ridder of introduceer ik iemand in het gilde. Jullie doen aan promotie van jenever. Hoe uitzicht dat nog meer? Wij zijn vaak bij de evenementen van het Jenever Museum. Zijn we aanwezig om nieuwe producten, dus nieuwe of oud op de markt gebrachte jenevers weer te promoten. Wij helpen het Jenever Museum en de stad waar nodig is om de promotie te doen. Nou, zijn er ook wel eens andere verenigingen op bezoek? Wat zijn populaire gemeentes? Hasselt, dat is in België, dat is onze zusterstad, Jenever. En we hebben ook altijd mensen uit Londen, eigenlijk uit Engeland. Want daar ben ik ook zelf lid van een groep distilleerders. En daar zitten echt de grote namen bij. En die komen elk jaar zeker 1 of 2 keer met veel plezier naar Schiedam om onze mooie producten te bekijken. Hoe staat die Jenever nou werkelijk in de wereld? Zijn wij het grootste land wat dat produceert of zijn er ook nog andere landen? Er zijn buiten Nederland, dat is wel het grootste land. En we noemen Schiedam natuurlijk het internationale distilleerdersdistrict. Maar er zijn ook in Hasselt, dus in België worden meerdere jenevers gemaakt. Ik dacht in Duitsland ook nog enkele. Nou, en de rest, sporadisch. Nou is het wel zo dat er is een voorzitter of een bestuurder en dat ben jij. Maar je hebt zoiets van het wordt tijd om het stokje over te dragen. Ja, ik denk na 8 jaar, 2 keer een bestuurstermijn van 4 jaar. Je heet deken, de voorzitter. Vind ik eigenlijk het tijd om het stokje aan iemand anders over te dragen. Die net zo bezield is als ik. Wat zijn de kwalificaties voor de nieuwe deken? Nou, vooral het leuk vinden om je te begeven in het Schiedamse. En je moet het ook wel een beetje leuk vinden om dit soort interviews te doen. We hebben een heel fijn bestuur. De meesten willen daar ook van blijven zitten. Maar het dekenschap is iets meer in de picture. En dat moet bij je passen. Toch even terug naar die intronisatie. Hoe komen jullie nou aan die mensen? Wordt daarover gesproken? Is daar een werkgroep voor? Nou, dat doen we eigenlijk als bestuur. Sommige mensen melden ons aan, bij ons aan. En andere gaan wij echt op zoek. Dus dan vragen wij of de mensen die van distilleerdersfamilies komen, of zij het leuk vinden om bij ons te komen. En we hebben gewoon als ridders vooral de grote distilleerders. Dat zijn er meer de ambassadeurs. Die doen niet mee met onze evenementen, maar die zijn er wel lid van het gilde. Ten slotte de gewetensvraag, moet je ook echt jenever drinken om tot jullie orde toe te treden? Nou, niet te veel natuurlijk. Dat zou slecht zijn. We hebben een aantal leden die geen alcohol drinken. Dus je kan ook promotie doen als je niet drinkt.